allemaal. We gaan vandaag dit armbandje maken. En zoals jullie zien heeft hij twee kanten. En ik heb hem zelf bedacht. Ik heb hem genoemd de Cross Bracelet. En dat is omdat tijdens het maken zul je zien dat je steeds een kruis moet maken. En ik ben niet heel goed in namen verzinnen. Dus, maar ja, daarom heb ik dat bedacht. En ik heb hem hier met een extension gemaakt. Omdat hij heel lang duurt en veel elastiekjes in beslag neemt. En ja, als hij zo om je pols zit, dan is er niet echt iets nodig per se aan de achterkant. Maar je kan hem dus ook gewoon zo lang maken als jij wil dat hij wel helemaal om je pols heen gaat. Want hij groeit gewoon hier doorheen. En ja, veel succes. En ik hoop dat het jullie lukt. We gaan beginnen. Normaal hebben we Doendoem zo. Dat hier zo'n klein stukje ruimte is. Maar ik ga deze helemaal op het eind zetten. Dus eentje verder. Zodat we toch, vind ik handig, dat we toch wat meer ruimte hier hebben. En je pakt de kleuren elastiekjes erbij die jij wil gaan gebruiken. En we gaan dus hier in dit stuk werken. Allereerst plaatsen we een schuine elastiekje hier. Van hier dus naar hier. En een schuin elastiekje van hier naar hier. Ik doe dat in dezelfde kleur. En dan heb je dus een X met een ruitje in het midden. Nu moet je hier een elastiekje op plaatsen. Je gaat hier omheen en plaatst het andere eind hierop. Als je dit moeilijk vindt, je moet dus uiteindelijk dit hebben. Als je dit moeilijk vindt, dan kun je ook gewoon zo doen. Dan zit dit dus zo langs deze twee pionnetjes. En dan pak je deze en die doe je hier naartoe. Dus hij moet zo zitten. En dit doe je ook hier. We hebben dit. Dan gaan we weer zo'n X'je maken. Dus eentje hier en eentje hier. Duw ik het dit even aan. En als je dan weer een X hebt, steeds na dat je een X'je hebt gemaakt, maak je weer die twee randjes. Dus nou zit dit zo. Twee voor de X'jes en hier twee aan de zijkant. Maar we willen er drie op hebben, dus we doen nog één keer die X en dan nog één keer die zijkanten. En dan gaan we beginnen. Ik begin hier, het maakt niet uit waar je begint. En je haalt de onderste, net zoals bij de visgaat, de onderste eroverheen. Bij alle pionnetjes. En het zijn dus 8 pionnetjes. Dus je moet goed opletten of je wel bij alle pionnetjes de onderste eroverheen hebt gehaald. En dat kun je controleren door dat je dan nog 2 elastiekjes over hebt op elk pionnetje. En ik zie nu dat jullie het zo niet heel goed kunnen zien. Dus ik haal deze laatste rij er even uit. Zo kun je ook wel fijner werken. Dus dat kan je zelf ook doen. Maar ik doe het even zodat jullie het hier beter kunnen zien. En deze ook eroverheen. Dus nu heb ik overal nog 2 elastiekjes zitten. Controleer dat goed. Dan willen we weer overal er 3 op hebben. Dus gaan we weer dat X'je maken eerst. En weer die zijkant daarna. Dan weer de onderste over de pionnetjes heen. Overal.
En zoals ik al zei, deze armband heb ik zelf bedacht. En ja, ik hoop dat jullie hem leuk vinden. En we hebben weer overal 2 elastiekjes op. Nu doen we hetzelfde opnieuw. De X. En de zijkant. En onderste eroverheen. En wat ik nu steeds heb gedaan is dus de X, de zijkantjes en dan de onderste eroverheen halen. En dit ga je de hele tijd doen tot jouw armband lang genoeg is. Want hij groeit dus er zo tussendoor. En ja, zo doe je dat dus de hele tijd. Ik ga dit nu afmaken tot hij lang genoeg is. En dan zie ik jullie zo weer terug. Mijn armband is nu nog niet lang genoeg om helemaal om je pols te doen, zoals je ziet. Maar omdat die anders heel lang duurt en heel veel elastiekjes verbruikt, ik heb hem natuurlijk al eens gemaakt, ga ik hem gewoon zo lang doen en er dan een extension aan maken, die dan hier op je hand komt, zoals ik aan het begin heb laten zien. En jij kan hem natuurlijk, als je daar zin in hebt, hem zo lang maken dat hij om je hele pols past. Maar ik doe dat hier gewoon tot zover. En ik ga jullie laten zien hoe je het nu afmaakt. Allereerst, ik zie hier al een foutje. Allereerst heb ik de laatste er net op gedaan. Dus steeds moeten die laatste eroverheen zijn geweest. En zitten nu op alle pionnetjes nu 2 elastiekjes. Dat klopt nu. Dan gaan we er geen elastiekje op doen, maar wel de onderste gewoon naar het midden doen. Op alle pionnetjes. Zodat je er dus overal nog maar 1 elastiekje overhoudt. En het spijt me voor het licht, want het is inmiddels al wat donkerder. En ja, daar krijg je dus een reflectie van. Dus op alle pinnetjes 1 elastiekje. Dan gaan we dit elastiekje naar die hier tegenover doen. En dit elastiekje ook naar die tegenover. We pakken dit elastiekje. En die gaat hierheen. En dit elastiekje gaat ook daarheen. En dan met deze elastiekjes doen we precies hetzelfde. Alleen die gaan hierheen. Naar die dus daar tegenover. Dan heb je dus op elk pinnetje heb je 2 blauwe en 2 paarse. Hier ook. Nu gaan we deze 4 elastiekjes weer naar 1 pinnetje plaatsen. Dus je plaatst ze allemaal hierop. En er zitten hier nu 8 op. Dan gaan we met onze haker doorheen en pakken we 1 elastiekje. En die doen we er zo doorheen. En zoals jullie wel vaker in mijn filmpjes zien, lukt dat me vaak niet. Want daar ben ik echt niet goed in. Maar ja. Uiteindelijk heb ik hem. En nou pak ik er dus te veel mee. Dus die gaan weer opnieuw. Sorry, ik ben hier gewoon niet goed in. Ik heb hier ook niet echt een hele goede haak voor. Ja, ik heb hem.
En dan heb je dus dit en je kunt hem eraf halen. En ook tussen je loom uittrekken. Dus dan heb je je armband, dit. En dan gaan we een extension eraan maken. Dus je houdt hem even zo. We pakken de loom weer. En dan ga je zo vaak als jij denkt dat nog nodig is, zodat hij om je pols gaat passen, ga je naar onder op je loom. Dus je begint weer bovenaan, dus hier. En dan pak je de elastiekjes die jij wil. Ik doe ze omste beurt. Je kan het ook gewoon met één kleur doen. En dan ga je dus naar beneden. Gewoon steeds één naar beneden. Ik denk dat de meeste van jullie wel weten hoe je dit maakt, zo'n extension. En als je armband lang genoeg hebt gemaakt, dan kan je gewoon de sluiting eraan doen. Dan hoef je hier niet naar te kijken. Maar heb je dat niet gedaan, heb je het zoals mij gedaan, dan moet je wel opletten. En bij deze dus je hebt dit op je haak. En dan zet je deze op de onderste pin waar je geëindigd bent. Dan heb je dus dit. En dan gaan we vanaf hier, trek je dit naar achter, gaan we naar boven haken. Gewoon op de normale manier, dus het is niet moeilijk. Doe ik hier mijn haak doorheen en haal ik hem er weer af. Dan ga ik kijken of die nu wel lang genoeg is. Dus en ja, dat is hij nu wel. Dus dan pakken we een sluiting. En ik ga een C-sluiting gebruiken deze keer. Dus je doet de ene kant in je sluiting. En de andere kant. Dan kan je haak eruit. En de andere kant in je sluiting. Deze twee lusjes. En dan kun je hem omdoen. En je kunt zelf kiezen welke kant je dus doet. Want zoals je hebt gezien kun je hem ook van de zijkant omdoen. Maar ik doe hem dus zo en dan